We gaan knutselen met tijdschriften, want met tijdschriften kun je hele grappige dingetjes doen. Daarom hebben we dus ook eigenlijk echt alleen maar papier nodig en een paar oude tijdschriften waar je in kunt knippen. Wat je doet is, je bladert er doorheen en je zoekt leuke onderkantjes uit. En met onderkantjes bedoel ik dan de benen van meisjes waar je dan een ander meisje op gaat tekenen. Even kijken of we hier iets leuks zien. Oeh, deze jurk is perfect. Die knip ik alvast uit. Nou, dan heb je dus een meisje in een jurk. Maar we hebben alleen de onderkant nodig. Dus, het klinkt misschien een beetje gek, maar we gaan de bovenkant zo er vanaf knippen. Deze is ook wel super cool, want hier kunnen we een hele vette outfit van maken. Dus dit scheur je ook uit. En de achtergrond van de foto knip je ook weg. Ja, en sommige meisjes zijn iets groter dan de andere. Dat maakt niet uit, want dat geeft juist ook wel een heel erg grappig effect. Ja, je hebt lekker veel onderkantjes nodig en kies even uit waar je al deze meisjes wilt hebben staan. Als je bepaald hebt waar ze allemaal komen te liggen, dan ga je ze opplakken. En dan gaan we tekenen. Nu ga je dus allemaal bovenkantjes tekenen, zoals je normaal ook bij je eigen getekende meisjes doet. Maar dan doe je het dus op basis van deze uitgescheurde tijdschriftknipsels. En leef je uit. Het is namelijk heel grappig om bijvoorbeeld bij zo'n hele stoere doek dan juist een heel meisjesachtig, liefelijk topje te tekenen. En andersom natuurlijk ook. Je begint eerst met het gezichtje. En je tekent eigenlijk zoals je altijd je outfit tekent. Het is wel belangrijk om te kijken hoe groot zijn de benen. Want als de benen wat langer zijn, teken jij dus ook een iets langer meisje. Dus daar heb ik ook een trucje voor trouwens. Het hoofdje moet er ongeveer 6 keer in passen. Dus zo groot is het hoofdje. Dan doe je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan weet je dat ongeveer tot hier komt het meisje. En tada, zo zien de meisjes er dan uit. En dan moet je zien hoe belangrijk die houdingen zijn. Natuurlijk ook bij je eigen tekeningen, maar nu valt het nog meer op. Want de benen bepalen eigenlijk ook meteen het verhaaltje wat bij het meisje past. En ook de uitstraling. Want kijk maar, dit meisje heeft bijvoorbeeld beentjes die een beetje naar binnen staan. En daardoor krijgen ze meteen een beetje een eigenwijze uitstraling. Zo van, hello, ik doe precies waar ik zin heb. Heel veel plezier ermee en ik weet zeker dat jullie dit heel erg leuk vinden om te doen. Dus probeer het uit. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet niet te liken en abonneer op mijn kanaal. Want dan vergeet je en mis je nooit iets. De wereld, dat is jouw decor. Teken je leven.